zullen we lachen deze. Ja? Ja? Oké. Okay. Gaan we deze even passen. Oké, okay, want de zwarte top nog. De zwarte top moeten we nog volgen. Ja. Ja, nou mag je even uit, hè? Ja, ja. Nou, even uit. Hè? Even een beetje privacy voor deze vrouwen. Ontzettend leuk. Het is heel leuk met achter de ruiten zo de dolfijntjes. Ik heb het jammer genoeg niet kunnen zien, want ik sta er natuurlijk voor. Maar ik ga straks al die beelden wel bekijken hoor, want ik ben heel nieuwsgierig. Hij vraagt vrije sprong en dan komen ze vlak bij ons bootje, ja. Komen ze boven. Ja, dat is mooi. Dus als je hier wat zitten, ja. Dan... Ik heb een button gekregen. Assistent voor de fanfancy. Ga je er eerst, zeg maar, zoals je panty ook aantrekt, ga je er eerst met één been in. Ja. Pak je ze heel voorzichtig met je vingers beet en die probeer je zo naar boven te trekken. Ja. Hetzelfde doe je met het andere been. En pas dan ga je armen erin doen. Okay. En dan trek je hem, zeg maar, aan. Dat is het idee. Even een beetje gloss voor de glamour. Dit is Petter. Het is eerste KI-dolfijntje. Bijna 2 jaar oud. En dat is Nalu. Dat is ook bijna 2 jaar oud. Daarachter is Honey. Daar hebben we Roxy. Daar hebben we diepe ogen, Roxy. En dit is Rocco. We gaan het onkje daar plonsen, waar Pinniger nu zit. En we gaan ongeveer tot hier toe in het water is. Ja. En we sturen wat dieren naar toe. En we gaan ze lekker spelen. Ik voel me net een eend. Die, dat is goed. Ja.
Ja. Nee. Meestal met plaat. Weet je wat dat is? Wat is het? Kepling. Kepling. Nee, dat ken ik niet. Het is een grote sociale groep van 19 dolfijnen hier momenteel in de dolfijndelta. In de dolfijndomein hebben we 10 en dat is ook een grote sociale groep van 10 dolfijnen. We proberen gewoon de natuurlijke gedragingen te stimuleren, relatie op te bouwen met de dieren, dat we leuke dingen kunnen maken. Het is een witsuit, ja? Dus je wordt nat. Ah, oh, dat is koud! Ja, dat is koud! Oh. Dat is leuk. Hij is lief, hè? En als je dit vindt, dan is het zo schattig als je daar gaat zingen.